Battenvocht. We praten na de wedstrijd RKC SV Venray, uitslag 2-3. Even kort na voor jou de eerste wedstrijd als aanvoerder thuis. Hoe kijk je erop terug? Zuur. Ja. Een zure nederlaag. Totaal onnodig, denk ik. Met name, ik denk dat je een redelijke eerste helft speelt waar je de controle hebt. Wellicht wat slordig bent, anders had je wellicht meer kansen kunnen creëren. En na rust zie je eigenlijk in de loop van de tweede helft verliezen we de totale controle over de wedstrijd. En dan... goed, dan moet je misschien een punt over de streep trekken, maar dan totaal onnodig ga je eraf. Dat is zuur. Ja. Maar je zegt, je verliest de controle. Heb je enig idee hoe je dan die controle verliest? Volgens mij ging de tegenstander ook even een standje hadden. Ja, goed, dat weet je. Ik denk het belangrijkste is dat we de onderlinge communicatie wat minder. De afstanden onderling, het compact houden, gebeurde niet goed. Er werd te weinig gepraat, denk ik. En dan, dan komen we in te grote ruimte spelen. Maar goed, hun schakelen het tandje bij me. We weten ook gewoon met een paar goede voetballers die ruimtes goed te benutten. En wat we de eerste helft wel deden, compact, veel praten, dicht bij elkaar in de duels aangaan. Ja, dan lukte dan de tweede helft, omdat je het zo groot hebt, lukt dat niet meer. Ja, en dan kreeg je heel zuur een paar goals om de oren. En uiteindelijk moet je dan ook zeggen dat je terecht verliest, denk ik. Ja, uiteindelijk is denk ik het terecht een nederlaag, absoluut. Je kunt na die 1-2 kun je nog weer in de wedstrijd komen met die kans van Harm. Ja, ja zeker. Nee, goed, we wisselden daarom ook, hè, om dan maar een punt te halen. Het is dan zuur dat je die 3-1 krijgt. Goed, dan valt de 3-2 nog. En dan zet je wel alles op alles. Maar goed, we kwamen niet echt meer tot kansen. Dus zure nederlaag nog wat. Ja. Hoe kijk je naar komend seizoen? Je hebt een aantal goede spelers... verloren, die gestopt zijn of naar een andere club zijn gegaan. Je hebt wat nieuwe spelers erbij. Hoe kijk je naar de selectie? Inderdaad een paar trouwe krachten zijn weggevallen. Dat moet je opvangen. Goed, we hebben een paar goede jonge jongens erbij. Die in mijn ogen een hele goede indruk maken. Goed, die hebben de tijd nodig. We hebben de tijd nodig om aan elkaar te wennen. Maar goed, als team, ik denk zeker vandaag ook de eerste helft. En vorige week tegen Zilvolde ook, daar staat er een team. En dan laten we ook zien dat er gewoon heel veel mogelijk is. Dus met dat toezicht kijk ik daar met vertrouwen op toe dat we gewoon een mooi seizoen ervan kunnen maken. En we hopelijk de lijn van de eerste helft en van vorige week gewoon door gaan trekken de komende week. En dan gaan we genoeg punten halen, daar ben ik vol overtuigd. Okay. Nou, dankjewel in ieder geval en succes volgende week in Etten-Leur, dacht ik, hè? Unitas 30. Unitas, ja, volgens mij wel. Etten-Leur. Succes, dank je. Arjen Nijman, 2-3 nederlaag. Kun jij als trainer uitleggen waarom we hier verloren hebben? Nou, ik denk dat we de eerste helft wel dominant waren aan de bal. En dat ook uitdrukken in een doelpunt, wel wat gelukkig. Uiteindelijk veel aan de bal zijn geweest. Maar wel dat te weinig hebben omgezet in echt mogelijkheden in de eindfase. Mm-hmm. Dus daarin moeten we kritisch naar onszelf kijken. Van hey, hoe kunnen we nou tot meer kansen komen? Want je kunt wel dominant zijn aan de bal, maar uiteindelijk gaat het om scoren. En de tweede helft, we waren voorbereid op wat er ook zou kunnen gaan komen. Dat zij iets meer druk zouden geven. En, maar goed, we wisten ook hoe wij wel in de eindfase tot meer kansen konden komen. En nou, dan zie je dat we aan de bal gewoon slordig zijn en te weinig niveau halen. Maar ik vond ook in het verdedigen dat we de tweede helft de ruimtes tussen linies te groot was. Waardoor zij continu tussen linies door konden voetballen. Wij achteruit moesten lopen. En dat je de grip eigenlijk, je voelt gewoon dat je de grip over de wedstrijd verliest. En dat is doodzonde. Want ik denk dat dit tegenstanders zijn waar we gewoon de punten tegen moeten gaan pakken. Ja, dat kun je heel mooi zeggen. Maar goed, je bent eigenlijk pas een goede 6 weken onderweg. Al met al, voorbereiding in 2 fases gedaan. 2 competitiewedstrijden gespeeld. Hoe ver staat het team nu? Ja, kijk, we zijn ook bezig met een proces. Hè? Dus heel veel jonge jongens krijgen nu de kans. En het is mooi om te zien hoe zij zich ontwikkelen. Nou, als team staan we er fit gewoon goed op. Hè? Al hebben we vandaag misschien, de omstandigheden waren best wel zwaar. Dat zag je bij beide ploegen wel terug. Maar als je kijkt naar het proces, hebben we gewoon een goede voorbereiding gedraaid. En hebben de afgelopen 2 weken in mindset en in hoe we met elkaar op het trainingsveld staan. En de compactheid normalieten. Daar maken we gewoon echt wel stappen in. En het is dan jammer dat we dat de tweede helft, op het moment dat het even wegvalt, dat we dat niet meer, dat we niet voor elkaar krijgen om dat wel te organiseren. En daar moeten we de volgende stap weer in gaan maken. Ja, nog wat werk aan de winkel dus. Ja. Succes volgende week tegen Unitas 30. Top. Oké. Okay. Trainer Freddy Akantkan van SV Venray. Ja, 2-3 winst. Ja. 2 wedstrijden, 6 punten als promovendus.
lijkt me niet slecht. Nee, daar droom je van, hè? Ja. Dat zeggen ze wel eens. Ja, ja. Hey, goed beginnen is wel lekker in een nieuwe klasse. Dus ja, dat vind ik wel. Je geeft je sowieso lucht en adem, want wij hoeven niks in deze klasse. Je gaat gewoon kijken wat het niveau is. En daarom probeer je gewoon een beetje te ontwikkelen tot dit niveau. En dan kijken wat Schipstrand. Dus dat is wel lekker als je 6 punten hebt. Ja, en wat voor doelstelling hadden jullie aan het begin van het seizoen? Nou, ik hou van winnen. Dus als je wat vaker wint dan verliest, dan wil je een linker rijtje spelen. Maar ja, ik nogmaals, vorige week was Meers was echt een goed elftal. En ja, die hebben wel gewonnen. Misschien net iets te veel gekregen en was 1-1. En dan denk ik dat je blij mag zijn. Je hebt 6 punten staan nu. Goed, even naar de wedstrijd van vandaag. Je wint met 3-2. Ik zie een beetje 2 verschillende helften. Ja, eerste helft hadden wij geen grip. Vond ik Ziewend aan de bal heel sterk spelen. Kwam niet heel veel kansen uit, vond ik zelf. Alleen aan de bal probeerden we te snel diepte te zoeken. Waardoor we hem te snel kwijt waren. En dan creëren we nog wel, toch wel 2-3 goede kansen de diepte in. Die we niet maken. Ja, dan kom je door een zeepert kom je achter. Ja. Dus ja, dat vond ik wel lastig. Maar ja, na de rust ben ik toch met de punten achter gaan spelen met 2 jongens die wat dieper op het middenveld terechtkwamen, want we hadden moeite met die 6 en die 8. Uh-huh. Ik had in de rust ook gezegd van we gaan eerst zo verder en als we dan geen grip krijgen dan gaan we het iets verder doorzetten. En toen kwamen we in onze energie en toen gingen we daar ballen afpakken, waardoor we eigenlijk grip op de wedstrijd kregen. Ja, en vervolgens maar scoor je dan de gelijkmaker en nog 2 keer. Ja. En zit je eigenlijk op rozen en dan toch nog weer die 2-3. Ja, dat is lastig. Maar ja, die hoge ballen, dat kan altijd een keer verkeerd vallen. Dus ik vond die 4e een hele mooie goal. Maar ja, die had ik al geteld. Dan zit je pas rustig als trainer. Maar ja, weet je, dan krijg je diepe ballen. En dat kan goed vallen, dat is. En dan was het even billen knijpen. Maar ik ben blij dat we hem over de streep hebben getrokken. Daarom. Volgende week tegen Silvolde weer een Achterhoekse club. Ja. Succes, zou ik zeggen. Hartstikke bedankt. Oké, tot ziens. Ja, okay.